Ieder jaar rond 10 december komt Amnesty International in actie voor mensen die ten onrechte vastzitten of worden bedreigd vanwege hun werk, mening of om wie ze zijn. De brieven die u en duizenden anderen schrijven, stuurt de organisatie naar koningen, ministers en presidenten en vragen hun een eind te maken aan onrecht in hun land. En dat werkt. Activisten komen vrij en onrecht stopt. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Carmen Nazarski uit Rochel is al jaren actief voor Amnesty en legt uit op welke wijze de actie die gewoon doorgaat dit jaar wordt uitgevoerd. Ja, helaas mensen, de coronamaatregelen en de corona zelf gooien roet in het eten. We hadden in Rochel al een en ander georganiseerd om, zoals inmiddels traditie is, op 10 december bij elkaar te komen in het café om daar samen brieven te schrijven vanwege Amnesty International, de schrijfmarathon. Maar dat kan nu niet. Van de andere kant, mensen, we hebben nu iets meer tijd omdat we wat meer thuis zitten. Als u zou willen, kunt u thuis ook brieven schrijven, ook in een klein gezelschap. En dan toch daarmee bezig zijn, want het schrijven van brieven voor mensen die gewetensbezwaars gevangen zitten, dat is toch echt heel belangrijk om te doen. En dat kan op 10 december, want dat is de internationale dag van de rechten van de mens. Maar het kan natuurlijk ook iets ervoor en zelfs ook iets erna. Dat kunt u allemaal zelf uitkiezen. Als u nu denkt, ja, dat is me wat te ingewikkeld, brieven schrijven, moet ik daar inzetten? Nou, u kunt naar de website van Amnesty gaan en daar gewoon kijken bij Right for Rights. Daar zijn kant-en-klare brieven, die hoeven die maar over te nemen. Doe die al iets heel goeds. Wat je ook kunt doen is een mailtje sturen naar het comité van Rochel. En dan komen wij u thuis, als u dat wilt tenminste, een pakketje brengen dat u zo kunt beginnen te schrijven. Net wat u wil. Als u dat zou willen, kunt u een mail sturen naar amnestyteamrochel@accessforall.nl. En access is gewoon XS. Je kunt ook bellen naar 06 21 83 43 08. Dan krijgt u Ruud aan de lijn en die zal u dan verder helpen. Het is erg belangrijk dat we met z'n allen deze actie ook dit jaar een warm hart toedragen. Vorig jaar hebben we ook niet bij elkaar kunnen zitten en hadden we nog meer brieven geschreven dan het jaar daarvoor. Dus er zit een stijgende lijn in. Laten we deze vasthouden en in deze akelige tijd iets heel positiefs doen samen. Dankjewel. Ook de Rooms-Katholieke Kerk is genoodzaakt in verband met de coronapandemie extra maatregelen in te voeren. De 1,5 meter plicht en het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen was al ingevoerd. Daarnaast mogen er voorlopig geen vieringen na 5 uur 's middags worden gehouden en dit geldt ook voor de kerst. Net als vorig jaar zijn er met kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. En wilt u meer weten over dit onderwerp, kijk dan op de website van het Bisdom van Roermond. Gisteravond woensdag 1 december werd Emiel Roemer geïnstalleerd tot nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Limburg. In dezelfde vergadering nam waarnemend commissaris Johan Remkes afscheid. De gebeurtenis vond vanwege de aangescherpte coronamaatregelen in een sobere setting plaats. De installatie was te volgen via een livestream op de website van de provincie Limburg. Niets doen is geen optie. Dat zijn de woorden van Dion Nijskens uit Zwalmen. Hij verzamelt zwerfvuil, registreert de aantallen en soort afval, maakt daarvan ook foto's, zodat het inzichtelijk wordt wat wij met z'n allen achterlaten op straat en in de natuur. Opmerkelijk is het aantal aanstekers dat hij aan de Maas vindt. Tot nu toe 1524 stuks en bijna 6000 flessen. En dan te bedenken dat er ook nog veel afval opgeruimd werd door de vele acties naar aanleiding van het hoogwater in juni. Er ligt nog een grote uitdaging voor ons, maar de oplossing is heel simpel. Niets weggooien. En dat kan toch niet zo moeilijk zijn. De overheid vindt het belangrijk dat we fit en gezond leven. En daarom zijn ze een campagne gestart onder de naam
fit op jouw manier. Juist nu het aantal coronabesmettingen nog toeneemt, is het extra belangrijk om je weerstand te verbeteren. En hier zijn ze dan, de tips. Maak ommetjes, dus regelmatig wandelen. Eet de regenboog, voorheen noemden we dat de schijf van 5. Voor een goede weerstand is een gezond en gevarieerd eetpatroon belangrijk. Duik de tuin in. Tuinieren zorgt voor veel beweging, maar dan moet je natuurlijk wel een tuin hebben. Doe een powernap. Een dutje van 5 minuten is soms al genoeg om je weer energieker te voelen. En poets op 1 been je tanden. Een topoefening voor je balans en een goede krachtoefening omdat je behoorlijk wat spieren aanspant. In de ochtend op het ene been en 's avonds op het andere been. En heeft je de smaak te pakken? Kijk dan op www.fitopjouwmanier.nl. In 2012 bedachten de Limburgse woningcorporaties, verenigd in Ons Limburg, de wedstrijd Onze Buurt. Om buurtbewoners te stimuleren zelf iets te doen voor een betere en socialere wijk. Het Oranje Fonds en de provincie Limburg steunen Onze Buurt en maken deel uit van de jury. Er is inmiddels voor tonnen en prijzen uitgereikt aan Limburgse buurten en dorpen. Met Onze Buurt zoeken ze naar de mooiste, meest sociale, succesvolste en leukste wijk van Limburg. Op 30 november werden de winnaars bekendgemaakt. Hier staan de vertegenwoordigers van 2 Roermondse projecten die allebei zetelen in wijken die de Onze Buurtprijs goed kunnen gebruiken. Beide projecten zetten zich in voor mensen en gezinnen die het niet breed hebben. DB4All in de vorm van maaltijden en Spring Jongeren Gezond in de vorm van geschikte activiteit voor tieners. Alle beide projecten gooien hoge ogen bij de jury.